Welkom bij RD Actueel, de wekelijkse videopodcast van het Reformatorisch Dagblad, waarin we stilstaan bij een aantal onderwerpen uit het nieuws van deze week. We willen het gesprek van de redactievloer bij jou thuis brengen. Deze week met uh, twee onderwerpen. Eerst over uh, hoe RD-lezers omgaan met zondags rust, met zondags werk. En daarna uh, nep bekeringen van asielzoekers uit Iran. Uh, deze week met twee collega's. Uh, welkom, Geerte Moelkerke, hoofd. Coördinator van de onderzoekspoot van onze redactie. Betrokken bij die enquête over uh, zondagswerk. En uh, kerkredacteur Michiel Bakker, die ook alles weet over asiel en uh, immigratie. Vandaar welkom beiden. Maar eerst over zondagsrust, uh, Geert. Ja. Afgelopen zomer heeft het, uh, heeft het Reformatorisch Dagblad een serie interviews geschreven over mensen die uh, worstelen met de vraag hoe we omgaan met uh, zondagswerk. En we hebben als RD een peiling gedaan onder de, in de lezerskring over hoe zij daarnaar kijken. Um, jij was betrokken bij het maken van die enquête en bij het interpreteren van de, van de uitkomsten. Wat viel je, wat viel je daarin op? Um, ja, ik, ik ben inderdaad uh, de, het onderzoek is door een collega gedaan van de economieredactie. Uh, dus het gaat vooral over zondagswerk, uh, vandaar de economische kanten van. Um, en ik kijk dan vanuit mijn onderzoeksrol mee met interpretatie. Gaat het goed met de cijfers en zo? Um, en ik vond het wel boeiend, omdat... Uh, we, uh, dat is eigenlijk ook gewoon de reden geweest dat deze serie er kwam. Um, ergens leeft het idee van... Uh, volgens mij vinden de verschuivingen plaats binnen de achterban. Um, in het omgaan met, met werken op zondag, maar ook überhaupt in uh, uh, het omgaan met uh, de zondag. Mm -hmm. um, ja, wat, bij, wat mij in de cijfers het meest opviel is dat. Um, uh, als je dan kijkt naar uh, de voorbeelden die we aan lezers hebben voorgelegd. We hebben een heel aantal casussen voorgelegd. Hè. Stel dat uh, dit u zou overkomen. Uh, rond een zondag, welke keuze zou je maken? Um, nou, daarin was het beeld eigenlijk wel ongeveer uh, zoals we dat verwachten, denk ik, van de gezinnen. Dat gaf niet heel veel uh, heel grote verrassingen. Namelijk. Te... Uh, nou ja,. Geen we hebben een soort klassiek in de gezinten een paar van die um, uh, uh, ja, begrippen. Hè. Op zondag mag je een werk van noodzakelijkheid doen. Um, als er een kalf in de sloot ligt, dan hou je het eruit, zeg maar. Je mag een werk van, uh, van barmhartigheid doen. Je zorgt voor de, voor de zieken. Ook op zondag dat stopt niet. Um, en je ziet dat de gezinten dat nog wel een soort stevig tussen de oren heeft. Dus de casussen die daaraan raken, die worden ook vaak. Welwillend ingevuld ten opzichte van zondagswerk. Um, casussen die veel meer aan de economische kant zitten, die worden ook vrij overtuigend. Hè, van ga je naar een vakbeurs uh, op zondag, dan zegt 86 procent dat zou ik niet doen. Uh, zelfs niet als, het, als je baan ervan afhangt, want zo uh, direct was de stelling uh, opgesteld. Dus daar zit een soort vrij stevige, um, solide uh, basis in die erop zou kunnen wijzen dat alles in de gezinte uh, vastgelijmd en stevig zit rond uh, het idee van werk op zondag. Um... Lijkt, Lijkt, ja. ja. Nou ja, als je beter kijkt naar de cijfers en, en ik denk ook als je wat he, de reacties leest van mensen, dan zie je dat dat, uh, dat er eigenlijk veel meer dan dat zwart windbeeld is. En dat kregen we ook naar boven in de, uh, de serie um, interviews die we in de krant hebben gehad. Mm -hmm. um, een van de, van de respondenten in de enquête zei van ja, uh, de tijden zijn veranderd en wij veranderen mee. En ik denk dat dat de beste samenvatting is van wat je aan veranderingen ziet. Um, het, het werk op zondag valt bijna niet meer af te bakenen tot werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid, omdat er een hele economie als ontstaan rond zeg maar, um, ja, alles waar wij dagelijks gebruik van maken, alle producten, alle diensten, uh, elektriciteit, um, uh, gas, maar ook. Uh, gewone dingen die je gebruikt, uh, shampoo, uh, hmm. welke stoffen zitten erin uh, Nou, een van de mensen die we geïnterviewd hebben voor de krant uh, Die werkt in zo'n productieproces van een van de stoffen in shampoo Ethylenoxide uh, Ja, ben er beter in thuis dan ik Maar Hoi, het lijkt waar te zijn ja. Daar zit een proces achter Als je dat moet stoppen, heb je drie dagen nodig om het veilig te stoppen En wil je weer starten, heb je drie dagen nodig om het veilig te starten zou je dan op zondag het proces weggelaten? Heb je alleen een woensdag uh, of de donderdag? Eén dag om te produceren. Precies. Ja. En um, als hij zegt... Ja, dat, dat is het soort niet te onderbreken productieproces... waar ook van heel het bedrijf verwacht wordt... Hè? van uh, je, je levert daar je bijdrage aan... dan zou je kunnen zeggen... Um, dan moet je niet gaan werken. Dan moet je daar niet werken, precies. Nee. Uh, maar zegt dezelfde uh, christen die dat zegt... dan laat ik de shampoo uh, vervolgens staan, mm. zeg maar... Waar we dan vrij zichtbaar de gevolgen van zien in de gezin, als iedereen de shampoo laat staan. En ja, met een en, zo een, zijn de, tijd en met gaken, Zo zijn de honderd, er honderden. Honderd, veel dichterbij nog. Precies, ja. En dat geeft wel iets weer, denk ik, van je leeft in een veranderende wereld. waarin het minder eenvoudig is dan uh, 100 jaar, zelfs 50 jaar geleden. om te zeggen hier liggen de grenzen. En, uh, en in een geseculariseerde wereld. De, de, de omgeving houdt ook steeds minder rekening met. Ja, en dat ook. En rustig. Ja, ja en de zondag verdwijnt natuurlijk uit het patroon. Uh, de, hoeveel um, winkels ik op maandag zeg maar voor een gesloten deur sta. en waar die dan van dinsdag tot en met zondag open zijn. maar op maandag de rustig hebben. Ja. Uh, dat zegt natuurlijk ook iets over de samenleving. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk ook de categorie werken van noodzakelijkheid. Hè? Bijvoorbeeld politici. Waarbij uh, je uh, het reguliere politiewerk hebt, bijvoorbeeld ook mensen die op zondag bij een voetbalstadion een wedstrijd ingezet worden om de orde te handhaven of bij andere evenementen. Dat was ook een van de casussen, geloof ik. Hè? Uh, uh, ja. de, hoe, hoe reageren ja. mensen daar dan op? Uh, aan de ene kant noodzakelijk werk politie, maar. Bij bepaalde taken zou je je vragen kunnen hebben: van... is dat ook even noodzakelijk? En wil ik dat dan wel op zondag doen? Ja, ja we, uh, precies dit soort casussen, ook deze heel concreet. Hè, waar, uh, ga je bij een uh, naast een stadion staan als je bij de politie werkt, hebben we voorgelegd. En dan is eigenlijk wat je dan terug ziet komen: is dat uh, het een ethische afweging is die geen duidelijk ja of nee kent. Dus uh, heel concreet hierover, de helft van de lezers zegt: ik zou dan niet. Uh, bij de, bij dat, die politieeenheid solliciteer, als ik wist dat ik ook bij het stadion moest staan. Uh, maar 40% zegt ik zou het wel doen, uh, want dat hoort dan blijkbaar bij het hele takenpakket. En zo ligt er een hele. Um, he, je werkt in de zorg, je staat naast een bed van een patiënt. Dat voelt heel barmhartig en noodzakelijk, maar vervolgens ligt je papierwerk nog te wachten. Laat je dat dan op maandag wachten of zeg je ik werk nu toch? Ik doe mijn werk zoals ik het doe. Um, het mooie van wat ik ervan las is dat iets van die genuanceerdheid in uh, bij al dat zondagswerk... dat kwam ook wel in de, in de reacties van, van lezers wel naar boven. Ja. Uh, mensen, vele snappen ook hoe complex het is geworden. Klopt. En een ja. van de casussen was volgens mij ook: stel dat er op zondag de pakketbezorger voor de deur staat. Hè, sinds kort bezorgers op zondag. Wat doe je dan? Pak je je pakketje aan of niet? Ja. Hoeveel, ja. wat, wat waren de uitkomsten ook weer? Je hebt opgeschreven. Ja, 60% doet dat wel. Oh ja. um, uh, dus zeg maar drie van de vijf mensen doet het open. Eén uh, op de drie doet het niet open. En uh, ja, ik, dat is persoonlijk ook zeg maar herkenbaar. Je probeert met bestellen uh, natuurlijk te voorkomen dat het dan op zondag aankomt. Maar als het komt, ik denk zelf. Dan is er zondagswerk gedaan. Laat het dan niet ook nog eens voor niets zijn, zeg maar. Ja, je kunt nog zeggen, als hij het mee moet terugnemen... dan doet hij nog meer zondagswerk, hè? Ja. ja. Dus ja, het is ja, maar beter ook, om het aan ja. te pakken. Ja. Ja. Maar goed, ja, en het kan natuurlijk heel goed ook dat het voor je buren is. Uh, dus dan heb je ook niet zelf nog van... Uh, 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 wat je wel ziet, is dat um, een derde laat dan zeg maar de deur dicht. Want als je hem open doet... Uh, de meerderheid gaat dan niet in gesprek met de pakketbezorger. Want dat voelt dan wel weer als... Uh, ja, een grens overgaan waar je misschien niet overheen uh, het hoog wilt gaan. Want ja. je weet dat dat voor zo iemand totaal bij zijn werk, zijn leven hoort, zeg maar. Um, maar dat laat natuurlijk heel goed zien dat de samenleving anders is dan. Dat geldt zelfs volgens, als uh, reformatorisch bedrijf. mij, we, we, we hadden het net even over van tevoren. We hebben in een coronatijd voor het eerst op zondag iets gepubliceerd. De, vroeger de papierenkant die verscheen natuurlijk nooit op, op zondag, dus toen was het wel helder, maar. En onze, onze website is op zondag uh, uh, gesloten. Maar we hebben toen in coronatijd één keer op zondagavond iets uh, online gepubliceerd over een uh, overheidsmaatregel dat de scholen op hm. maandag dicht zouden blijven. Dat was ons werk uh, nou ja, van noodzakelijkheid dat we het toen ja. dachten te moeten doen. Werd ja. ook op zondag afgekondigd. Hè? En je, ja, je kan dan bijna niks anders, want op maandag moet de ouder al uh, ja. naar school. Maar we zeiden ook al even tegen elkaar: van, ja, um, ik denk dat bijna alle refatorische. Uh, mensen in de achterban van de krant op de hoogte zijn geweest zondagavond dat het onderwijs niet doorging. Maar ik denk dat bijna niemand dat op de site van TD heeft gelezen. Um, wat je volgt op dat soort dagen al, de NOS, als je weet dat er een uh, pandemie gaande is, tenminste voor een. Dat zou mijn inschatting zijn. We hebben niet naar smartphone gebruik gevraagd op zondag. Um, maar ik vermoed dat dat rond dit soort situaties wel veel gebeurt. Ja. 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 En nu is het natuurlijk sowieso het schijnt dat mensen van de zondag op de maandag uh, niet het best slapen. Eh, je weet dat de werkweek er weer aankomt en zo. Zeker bij ook nou, beroepen als het onze. Dat, het, het werk zit natuurlijk altijd in je hoofd. Eh, je ziet op zondag iets gebeuren en je denkt bijna... oh, zit hier nog een journalistiek verhaal in? Het gaat, ergens gaat het ook altijd door, hè? Misschien was het vroeger bij veel beroepen ook veel makkelijker... om op zondag even af te schakelen. Ja, de knop uit en dan ja. maandag weer aan. In de kennis, ja. een kennis-samenleving als het ons... en ook bij een vak als het ons... is dat soms best wel, best wel ingewikkeld. Ja. Nee, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld blij als onze predikant voorbeelden doet... voor een aardbeving die die nacht is gebeurd. Hm. Uh, wat je eigenlijk alleen kunt weten... doordat je nog even naar het nieuws keek die ochtend. Maar je, je bent kerk in, de, in deze wereld. Hè? Alleen bij ons speelt die andere dimensie mee... Dat alles wat je aan nieuws leest, zich ook gelijk in je hoofd. plekje nestelt van wat doen we er dan mee bij de krant. Ja. En tegelijk kun je zelf, dat vind ik ook wel iets wat je in enquête wel naar boven ziet komen. Je kunt zeggen: de wereld is nu eenmaal veranderd. Maar je mag jezelf volgens mij um, ook de vraag stellen: van ja, is het dan echt nodig uh, dat je altijd. Bijblijft die, die stroom van Niels die doorgaat, waarvan je het idee hebt: ik moet hem volgen. Uh, waar komt dat moeten eigenlijk vandaan? Ja, ja. En daarin is de zondag ook een heel genadige stop. Waarop uh, iets moet. Precies. ja het mag. Ja. 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 Hey, zometeen gaan we het nog even hebben over. Dit ging over zondagswerk. Zometeen hebben we het ook nog even over zondagsheiliging. Maar misschien even ter, ter, in, ter intermezzo. Het RD doet regelmatig enquêtes in zijn, zijn lezerskring. Wat zeggen uitkomsten van dat soort enquêtes nu over de hele reformatorische gezinten? Wat, wat kun je concluderen? Ja, goede vraag. En uh, als ik maar heel eerlijk begin, uh, dan is het uh, juiste de antwoord denk ik weinig. Um, uh, nou, laat ik zeggen minder dan we zouden willen. Mm. Um, uh, we hebben natuurlijk als RD een soort behoorlijk um, ja, brede ingang zeg maar, in de de gezinten. Uh, met een groot abonneebestand. Uh, tienduizenden mensen die zich aan de krant verbonden weten, uh, online nog een veel groter bereik via de website. Alleen je hebt nooit helemaal scherp wie je dan precies uh, te pakken hebt. En, en de, gr de gefrene zinten loopt niet synchroon op met uh, de achterban van het R.D. Sterker nog, um, we zien gewoon heel feitelijk dat onze achterban wat ouder wordt gemiddeld. En de jongeren die daar nog zijn, die zich nog aan de, uh, de krant verbonden weten, zijn gemiddeld genomen wat. Meer aan de rechterkant van de gezinten. Mm -hmm. um, dus die kun je niet meer in één grote pot stoppen. Want als je aan allemaal dezelfde vraag stelt en je zegt van ja, de jongeren denken hier conservatiever over. Um, dat klopt, maar deze jongeren denken er conservatiever over. En die zitten met z'n allen in um, uh, ja, kerken meer aan de rechterflank om maar even mm -hmm. die uh, uitdrukking te gebruiken. Dus je kunt ook uit iets zeggen over. De geanqueteerde ja, de, ja. de gemiddelde RD-lezer. Ja, en de, de oplettende lezer die dit soort verhalen leest, leest als dat goed is ook voortdurend. Zeg maar die afbakening van deze groep lezers die we nu hebben ondervraagd. Hm. Een paar duizend meestal, dat zegt niet niks. Je weet dat dat een, een peiling is die redelijk het gevoel van ja, de reformatorische Christen benadert. Maar je moet. Uh, en, en dat is ook een beetje mijn werk. We moeten niet die grens overstappen en zeggen: nu hebben we een ontwikkeling te pakken in de gezinten. Want daarvoor zitten er te veel haken en ogen aan, ja. uh, ja. aan pijlen. Hey, want een van die, die vragen die ook in de peiling ges, uh, gesteld werd, was uh, of men zag dat er binnen de Griffiërmeerde gezinten verschuiving was als het ging over zonneseiliging. Vergeleken met tien jaar geleden. En 72 zegt dan: ja, we zien dat. Wat zegt, wat zegt zoiets? Wat kun je dan wel en niet concluderen, naar nou, aanleiding van zo'n vraag? Of ja. is, dat, is dat ook weer niks? niks. Ja, nee, dat zegt wel iets, alleen je moet inderdaad goed luisteren wat dan precies. Ja. En uh, ik merk dat de gemiddelde redacteur, voor wie ik natuurlijk heel veel achting heb voor mijn collega's, maar die zal geneigd zijn, die wil zo graag, zo graag mogelijk als kop um, zoiets zeggen als de zondagsheiliging is uh, verminderd, is verschoven. Mm. En dat zegt het niet, het zegt alleen iets van een perspectief. Van mensen daarop uh, een ervaring. Uh, 72% kijkt om zich heen en heeft een onderbuikgevoel. Uh, die zegt. zondagsheiliging is verminderd. 72% van de lezers. die wij in dit geval hebben benaderd. Ja. Uh, dus zegt dat iets? Nou, dat zegt wel iets. Dat zegt dat daar blijkbaar een gevoel leeft. van dat staat onder druk. Ja. En ja. dat is geen gekke constatering. Dat, dat, dat uh, strookt ook wel met wat je zou verwachten. Nou. Uh, maar of het daadwerkelijk veranderd is, daarvoor heb je. Ja, heel hard toetsbare factoren nodig... die we gewoon niet in de vingers kunnen krijgen... waar je hooguit op kunt reflecteren... wat zie je in je eigen omgeving... wat herken je bij anderen. Ja. Dus dat proberen we dan ook te doen in de krant. Ja. Uh, tot zover het je in onze eigen keuken. Ja. Hey, uh, want ik zei net al... Uh, het ging niet alleen over zondags werk... maar ook over uh, zondagsheiliging... Uh, en, en gearqueteerden konden dan ook uh, losse reacties in, indienen op dit, uh, op dit punt. Wat, uh, wat, wat viel op als het, uh, als het daarover gaat? Um, ja, wat, wat mij het meest opviel wa waren eigenlijk twee dingen. Eén, um, uh, dat veel mensen inderdaad erkennen dat de tijd nu veranderd is. Dus dat je gewoon in een heel andere uh, samenleving leeft en dat het daardoor niet meer zo duidelijk afgebakend ligt als vroeger. En twee was een vraag die we gesteld hebben. Eh, van hoe denk je nou over zondagsheiliging, eh, zondagswerk ten opzichte van je ouders? Eh, en dan zegt eh, ongeveer een kwart van de lezers die we op ondervraagd: Ik denk daar soepeler over dan mijn ouders dat deden. En daarvan kom je heel wat voorbeelden tegen. Hè. Dus eh, ja, vroeger deed je geen huishoudelijke taken. Of je liep altijd naar de kerk. En dat zijn precies van die keuzes die die groep nu anders maakt. Tegelijk, je kunt daar een soort op inzoomen, 70% zegt ik denk er hetzelfde over als mijn ouders, want natuurlijk zowel ruim als krap kan zijn, dat weet je dan niet. Um, maar als je het over verschuiving hebt, je ziet daar op kleinere schaal wel wat veranderen en dat is ook niet gek, denk ik. mijn, mijn analyse zou dan zijn... In die, in die wereld die zo verandert, hè, door secularisatie, je omgeving verandert gewoon, en die 24-uurse economie, dan is de, die, de zondag als, als af, afgebakende plek in de week met heldere regels en gebruiken niet meer zo vanzelfsprekend. En dan kun je wel eens gaan denken, oké, okay, maar welke waarde ligt er nu onder en wat betekent dat voor, voor mij, volgende generatie, nu in de concrete dingen die ik wel en niet doe? Ja. Dan kan het zomaar zijn dat je net een met andere keuze maakt dan de vorige generatie. Maar dat je misschien wel dichter bij de, bij de waarde van zondagsrust gaat komen dan die generatie ervoor. Ja. Dus het zegt, oh, je, je kunt er niet echt een, een oordeel aan hangen, toch? Uh, nee, nou, meestal is het niet de taak van ons journalisten om ergens oh, een er oordeel aan te hangen. Uh, ik uh, ja, jij wel. Ja. Ja. <laughs> jij mag er een oordeel aan hangen. Um, maar ik. Wat je denkt, ik, ik weet niet of we dat uit de enquête zo direct terugzien, want we hebben natuurlijk heel concreet naar zondagswerk gevraagd. Dat is één van de uitingen. En, en uh, dat is ook wel echt een keuze die je maakt mm. die ook je zondag heel erg beïnvloedt. Dus mm. je zou kunnen zeggen dat is misschien een van de allerlaatste stappen van zondagsheiliging die je zet of die je niet zet. Dus je vraagt naar een soort ultieme vorm, uh, waarbij het nog duidelijker ligt en waar we minder naar hebben gevraagd, wat natuurlijk even boeiend zou zijn, misschien voor een volgend onderzoek. Uh, dat is wat gebeurt er gewoon in huis op zondag. En ik denk dat daar de veranderingen veel uh, harder gaan. Dat is puur een hypothese en vermoeden. Uh, ook alleen als ik in mijn eigen omgeving en gewoon mijn eigen gezin kijk. Um, waarom? Nou, Zeg maar, mijn generatie is ongeveer. Laten we zeggen de dertig is. Hè? <laughs> Onze generatie ongeveer. Um, die, um, die is juist denk ik scherper geworden. Misschien wel dan de vorige generatie. Op een goede afbakening van je werk en je privé. Um, ik denk dat dat meer dan vroeger nu speelt. Hè? Er staat meer druk op gezinnen, dus je, je probeert ook beter dat te bewaken. Dus je zegt ook vaker: die zondag is waardevol. Geen werk op zondag. Uh, we laten dat niet overlopen. Dit is de tijd voor het gezin. Maar tegelijk, in diezelfde gezinnen, is natuurlijk iets als uh, on de online wereld. De smartphone um, heeft helemaal een plek gekregen. Veel meer dan onze ouders dat vroeger hadden. Um, en daar is je wereld opeens open. En dat heeft natuurlijk. Heel grote consequenties voor hoe je je zondag doorbrengt. Uh, misschien nog wel groter dan uh, uh, de heel zichtbare keuze: ga je wel werken, ga je niet werken. En hoe kijk je daar dan zelf tegenaan? Zeg je van ja, dat is toch een, een verarming of, of, of een verschraling van de zondag? En er zit misschien wel een risico aan van een hellend vlak: van uh, waar komen we straks uit? Of hoe. Uh... Ja, ja dat... dat. Nou, Gijsbert die schrijft het commentaar, dus die. Ja, Hij <laughs> wacht op... altijd op de, op de redactie. Ik zei net, we brengen het gesprek van de redactie bij mensen thuis. Daar hebben wij we wel een mening. Ja, zeker. Ja. Daar ja. vind je ook wel eens wat. Ja, dus kom maar door. Nee. <laughs> <laughs> ja, nee, ik, um, uh, ik herken in ieder geval hoe groot de impact is van op het moment dat je altijd je smartphone bij je hebt. En uh, wij proberen, uh, nou, onze kinderen zijn nog best jong. oudste is acht. En uh, meisje van vijf en jongen van nul die je helemaal nergens van weet. Maar die oudste twee die weten wel heel goed wat het is... Uh, want het betekent om een spelletje op de tablet te doen. En dat we dat op zondag bijvoorbeeld niet doen. Uh, en, en ergens voelt het een beetje als een arbitraire regel... merk je op het moment dat je maakt. Want de, de, de spellenkast gaat bij ons wel open op zondag. Graag zelfs juist. Want dan zit je met elkaar omheen. Misschien is dat een verschil, hè. Um, maar ik merk dat de kinderen, het, de kinderen op deze leeftijd... dat toch heel makkelijk accepteren. En dat dat ook wel helpt om de zondag... oh ja, het is vandaag de zondag, zeg maar... Maar ik kan me voorstellen dat over een paar jaar, jij hebt uh, is de starten, Ja, 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 dat dat dan weer heel anders ligt. En, nou ja, bij ons, um, ze lezen en luisteren veel boeken op hun smartphone. En die, dat doen ze op zondag dus ook. Ja. En wij zeggen dus ook niet categorisch, die smartphone die gaat de hele zondag op de kast. Um, maar ze mogen hem dan gebruiken voor dit soort dingen. En tegelijk praten we over, ja, maar we gaan niet, hè, we gaan niet uh, allerlei nieuws zitten volgen... en op sociale media allerlei dingen doen. Maar nou goed, dit gaat meer over opvoeden dan over zondagseiliging, uh, denk ik. Omdat ik ook denk dat je jonge generaties in zo'n veranderende wereld moet, moet leren... om die, die keuzes te, te maken. En, en leren doe je volgens mij uh, in het gezin. Ja. En dan wordt er gebondst en over grenzen gegaan. Toch, Michiel? Ja, nee, zeker. Ja. We hebben ook twee tieners thuis. Ja, nee, ja. ja, ook alles de smartphone in aan. Ja. Ja. En ergens vind ik het jammer. Um, en ook wel misschien tekenend voor hoe we over zondagsheiliging praten en denken in de gezinten. Dat op het moment dat wij naar de praktijk gaan, het eerste waar we het over hebben, is wat je dan niet doet. Dus waar je de grenzen trekt. En uh, daar hebben we thuis ook wel zo van. Je wilt dat de kinderen aan de zondag het gevoel over hebben het summen van de week, het hoogtepunt. Hm. En dat krijg je nou niet echt door te weten waar de piketpalen staan, zeg maar. Welke Jij bent ook theoloog? Ja, toch? Dat klopt. Ja. Welke waarden liggen er wat jou betreft dan anders? Soms, uh, heiliging? Ja, iets van de, uh, wat in de theologie vaak gezegd wordt. Hè? Er is zes, zes dagen heeft God gecreëerd. Creatio. En op de zevende dag was het de recreatio, het recreëren, ja. uh, het zich verheugen in wat hij gemaakt had en hij zag dat het goed was. Dat is, niet, dat is iets anders dan een dag slapen. Dat is een, actieve, een actief genieten in de geschapen wereld waarin God je een plek heeft gegeven. En zeker voor een christen, zeker voor iemand die God mag kennen met hem leeft, krijgt dat een extra dimensie. Daar heeft de zondag ook iets van: een vooruitgrijpen naar wat in de Hebreeënbrief staat. Er blijft een rust over. En daar proeven we nu vast van. Dat soort elementen zijn natuurlijk wat abstract. Maar als je het daar hebt over de hele concrete vertaling naar de kinderen. Um, ja, we hebben bijvoorbeeld op zondag wat we dan de hapjesmaaltijd noemen. Uh, zeg maar gewoon een hele uh, tafel aan overvloed. En dan kun je wat van te uh, kust en te keur pakken. En we zijn niet altijd kieskeurig in wat ze dan wel en niet naar binnen uh, ja. moeten schuiven. Um, en dat geeft iets, je bent daar. Uh, daar is een plek van rust. Want de maaltijd is veel meer dan anders. Echt het moment van nu zijn we hier. Uh, dus je hoopt dat je daarmee iets uh, benadert van. Dat zou rustig moeten zijn, zoals die mogen zijn, ja. zoals ze die hebben gekregen. Ja. En dat is wel op zich ook wel weer een oefening om dat zo te doen. En ook om vanuit die waarde te, 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 te denken en te leven, denk ik. Hoi, ja. Ja. dan maken we een sprong, Michiel, naar net bekeringen van asielzoekers uit Iran. Want uh, het Nederlands Dagblad... publiceerde begin deze week twee artikelen over deze kwestie. Jij weet er alles van. Vat er samen voor ons, wat was, er, wat was er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ja, het Nederlands Dagblad kwam uh, deze week met een aantal verhalen. Uh, dat begon uh, met het verhaal van een uh, Iraniër, een zekere Farshad uh, H., die een aantal jaren geleden in uh, Eindhoven actief was. Hij had daar een uh, juridisch adviesbureau en hij richtte zich vooral op andere Iraniërs om die uh, te ondersteunen bij hun uh, asielprocedure. En uh, in 2017, 2018 is aan het licht gekomen dat hij uh, daarbij ook asielverhalen verkocht aan uh, Iraniërs, mensen die hier asiel wilden aanvragen. En dat zij bij zo spreken voor uh, be tegen betaling van 3000 euro een verhaal konden krijgen waarvan Fashad H zei: van nou, als je met dat verhaal naar de IND gaat, dan krijg je een uh, verblijfsvergunning. Immigratie en naturalisatie. Ja, dat klopt uh, inderdaad, die uh, daar ja. beslissingen over neemt. en... Uh, hij bood ze dan de keus om te kiezen tussen een verhaal op het gebied van LHBTI: ik ben homo en daarom loop ik in mijn land gevaar. En een andere categorie van uh, ik ben bekeerd tot het christendom en daarom loop ik in mijn land gevaar. En het uh, blijkt dus dat nogal wat asielzoekers uh, 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 daarvoor hebben gekozen, met name voor zo'n bekeringsverhaal. Nou, deze man is uiteindelijk uh, hiervoor veroordeeld. Hij uh, heeft jaar gevangenisstraf uh, opgelegd gekregen in 2020. Mocht zijn beroep uh, vijf jaar niet meer uitoefenen. Uh, inmiddels uh, heeft hij zijn straf uitgezeten. en uh, is zijn eigen verblijfsvergunning ingetrokken. Hij schijnt nu in Australië te zitten. Mm. Um, maar vervolgens uh, is de IND nog eens gaan kijken. van uh, met wat voor Iraniërs heeft hij nou contact gehad. en zijn er Iraniërs. die vanwege zo'n verzonnen verhaal. een verblijfsvergunning hebben gekregen. waar ze uiteindelijk geen recht op hadden. Uh. En die waren er. Die waren, nou, in, in ieder geval, uh, die kans is aanwezig. Ja. Uh, ze hebben een, een bestand gevonden van Iraniërs waar Farshad H. mee in contact is geweest. Uh, ik begreep uit het ND-artikel dat ze met een aantal van die mensen al contact hebben gehad. Uh, waarbij is vastgesteld van, uh, nou, ze hebben geen asielverhaal van hem gekocht. Ze hebben gewoon echt hun eigen asielverhaal verteld en uh, daarmee ook een status gekregen. En daar wordt ook niet aan getornd. Maar bij een aantal anderen is dat nog niet helder. En heeft de IND nu een brief gestuurd van uh, overwegen jullie verblijfsvergunning in te trekken. Uh, maar dat houdt dan wel in dat de komende tijd eerst nader onderzocht moet worden van uh, wat voor contract hadden zij precies met uh, dit adviesbureau. Uh, want het is niet automatisch zo dat iedereen die van zijn diensten gebruik maakt, uh, ook een uh, verzonnen verhaal bij hem gekocht zou hebben. Dus uh, daar kijkt de IND nu naar met dus de kans van als toch vaststaat van ja je hebt uh, daar een verhaal gekocht en op grond daarvan een verblijfsvergunning gekregen dat de ind die uh, weer in kan trekken. Ja, ja. Hey, jij hebt naar aanleiding van deze uh, artikel uit het Nederlands Dagblad uh, iemand van het Stichting Gaven uh, geïnterviewd. Um, wat is de rol van die Stichting Gaven bij uh, bekeringen van asielzoekers? Ja, Stichting Gave richt zich dus op kerkelijk werk uh, onder asielzoekers, uh, ondersteunt kerken daarin. Uh, ze hebben ook een juridische afdeling en die houdt zich al heel lang bezig uh, met dossiers van bekeerlingen. Uh, mensen veelal uit Iran, maar ook uit andere landen die uh, of al in hun eigen land of later in Nederland christen zijn geworden. En Gave komt dan eigenlijk pas in beeld, die juridische afdeling, op het moment dat die asielzoeker zijn verhaal heeft verteld bij de IND... En de IND zegt: Wij vinden dit niet geloofwaardig. Hè? Wij geloven niet dat jij christen bent geworden. Of je hebt dat niet genoeg aannemelijk gemaakt, dus wij wijzen jouw asielverzoek af. Uh, nou, zo'n Iraniër komt op zondag misschien in een uh, kerk of gemeente. Uh, waar hij goede contacten heeft. en uh, waar mensen hem hebben leren kennen in een aantal jaren. en waarvan een predikant of een gemeentelid zegt: Van uh, ja, hier slaat de IND toch de plank mis. Hè? Wij hebben deze man leren kennen en wij zien in hem een oprecht christen. En zij kunnen dan Stichting Gave inschakelen. Dat kan via Gerk, kan ook via een asieladvocaat. Die zegt, nou, willen jullie eens naar dat dossier kijken? Van, uh, waar zit dat nou op vast, die ja. beslissing van de IND? Ja. En Gave neemt dan alle stukken door. Dat zijn de gehoorverslagen van wat voor vragen heeft de IND-medewerker gesteld? Hoe heeft de asielzoeker daarop geantwoord? En welke conclusies zijn er uitgetrokken? Uh, en uh, Gave maakt dan aan de hand daarvan een rapport... Uh, wat kan worden ingebracht bij de IND. En gaven signaleert dan soms dat de IND vragen stelt. Uh, dat er een antwoord op gegeven wordt. maar dat de IND vervolgens daar een conclusie uit trekt. die volgens gaven niet voor de hand ligt. Daarbij speelt natuurlijk ook mee dat uh, IND-medewerkers lang niet allemaal christen zijn. Dus die vragen, uh, stellen vragen over een bekering. in een christelijke context die ze zelf helemaal niet zo goed kennen. En Gave kan dan vanuit haar expertise aangeven van, ja, het antwoord dat deze persoon geeft is in die context wel heel aannemelijk. Ja. Ja, ook al uh, zien jullie dat niet. En zij kunnen dat dan in een rapport uh, richting uh, de advocaat meegeven, zodat dat in de, in de verdere broodse procedure broodse. betrokken ja. kan worden. Ja, en herkende die stichting Gave deze verhalen van die netbekeringen ook? Zijn ze die tegengekomen in hun praktijk? In zijn algemeenheid uh, zei Mannix Visser, die ik sprak van Stichting Gaven: uh, Wij komen wel eens verhalen tegen in dossiers waarvan we inderdaad wel even het gevoel hebben: van ja, uh, zou dit inderdaad kloppen? Uh, met name als het wel eens gaat om verhalen die heel erg op elkaar lijken: dat ze binnen een aantal weken verschillende dossiers van Iranisch onder handen krijgen, waarvan drie of vier mensen bijna hetzelfde verhaal vertellen van ik was depressief, ik zag het leven niet meer zitten, ik ging een eitje wandelen, ik ging op een bankje in een park zitten, ik wist niet meer hoe het verder moest en toen onverwachts kwam er iemand naast mij op het bankje zitten, raakte met me aan de praat, dat bleek een Christen te zijn en uiteindelijk, nou, door dat contact kreeg ik weer hoop en ben ik ook Christen geworden. En die man van gaven zei, nou dat kan natuurlijk. Maar op het moment dat je datzelfde verhaal met heel minieme verschillen een aantal keren tegenkomt bij verschillende Iraniërs in verschillende dossiers, gaat er toch wel even een lampje branden. Van. Ja. Nou ja, dat zou een verhaal dan kunnen zijn wat ze toch aangereikt is uh, ja. door derden. En waarmee ze wellicht dan op die manier proberen asiel te verkrijgen zonder dat het een authentiek verhaal is. Uh, We weet jij iets van toetsingscanners? Dat lijkt mij nogal een heikele onderneming om iemands bekering uh, te toetsen. Ja, dat klopt. En. Uh, de IND heeft daarvoor in het verleden uh, ook criteria opgesteld, uh, de zogeheten werkinstructie. Die uh, hanteren ze bij verschillende soorten uh, asielzaken. Dat kan ook gaan over LHBTI'ers bijvoorbeeld. Zo is er ook een uh, werkinstructie rond uh, bekeerlingen. En daarin komen eigenlijk drie, uh, drie hoofdthema's aan de orde. De eerste is de vraag van uh, wat is je motief om uh, christen te worden? Hoe ben je er toe gekomen en welke weg is daar aan vooraf gegaan? Het tweede is uh, een beetje onderzoek naar wat weet je ook feitelijk hè, van, je, van je nieuwe geloofsovertuiging. Uh, ben je dan ook wel bekend met de Bijbel en, en christelijke gebruiken? En de derde categorie richt zich op van uh, ja, hoe geef je dat nou vorm in je dagelijks leven? Uh, bezoek je kerkdiensten, Bijbelstudies, doe je misschien een evangelisatie, bracht je een voor een uh, huisbezoek. Ja, <laughs> ja. Maar goed, aan de hand van die drie hoofdthema's uh, gaat dan de IND zo'n uh, gesprek aan. En ja. uh, daar trekken ze dan uiteindelijk een conclusie. Ja, want je hebt ook een soort commissie Pleizier die dan betrokken is bij dit soort beoordelingen. Dat klopt. De commissie Pleizier uh, is genoemd naar de toenmalige Scriba van de protestantse kerk in Nederland, Arjan Plezier, Omdat ze in de protestantse kerk in Nederland er ook tegenaan liepen binnen hun kerkelijke gemeente. Dat's en nog alles gezegd werd, ja, we hebben hier een Iranier, is tot geloof gekomen, wij zien hem als een oprechte broeder of zuster, maar de IND die betwijfelt dat. En uh, ja, kunnen wij als kerk dan ook nog een, uh, een rol spelen in dat hele proces? En uh, de commissie Placir is toen opgericht, uh, waarin een aantal predikanten, theologen zitten uit verschillende kerkverbanden. En die kunnen ook benaderd worden op het moment dat een asielzoeker een afwijzing heeft gekregen. Uh, Gaven bestudeert dan de stukken van, uit juridisch perspectief vooral. En de commissie Plajier, die bestudeert ook de stukken, maar die gaat vervolgens ook het gesprek aan met die asielzoeker. Met die asielzoeker die is afgewezen. En uh, die maken aan de hand daarvan dan ook een rapport. Uh, waarin zij ook aangeven of uh, op basis van dat gesprek, in combinatie met de stukken, het volgens hen gaat om een al dan niet geloofwaardig uh, verhaal. En ook dat kan worden ingebracht als externe expertise. Waar de IND dan ook gebruik van ja. uh, kan maken. Heb, heb jij het idee, Michiel, dat zeg maar, gaven of de kerken um, ne dat neutraal kunnen beoordelen? Dat, dat zijn misschien ook groepen die een bepaald belang hebben. Uh. Uh, een kerk bijvoorbeeld wil ook heel graag een bekering horen of een uh, asielzoeker helpen. Dat is weer een ander belang dan de IND natuurlijk. Hè. Ik weet niet met welk uh, belang of uh, gevoelend zijn naar een uh, bekeringsverhaal luisteren, maar. Um, is dat logisch om dat dan bij een. Volgens mij is de Stichting Gave een christelijke stichting. Is dat logisch om dat dan daar neer te leggen? Of? Ik denk dat dat op zich inderdaad wel logisch is, omdat zij uh, toch vanuit hun expertise als christelijke organisatie anders naar de zaak kijken dan de, dan de IND. Uh, en het gaat gaven er niet om, om zoveel mogelijk uh, bekeerlingen te fiateren, hè, om het zo te mm. zeggen. Uh, Zij ze zeggen, het gaat hen echt om, een, een, ja, toch te proberen, voor zover dat mogelijk is, daar objectief naar te kijken. Want ook bij gaven zegt, je hebt er niets aan als je in een gemeente allemaal uh, bekeerlingen hebt uh, ja, die maar een verhaal verzonnen hebben. Het is ook echt van belang dat je de mensen leert kennen, dat je ook probeert erachter te komen uh, hè, wat het voor hen betekent, enzovoorts. Uh, en bij de commissie plezier is het zo, die, die staan toch iets meer op afstand. Kijk, als je in een kerkelijke gemeente met iemand optrekt een tijd en mm. je leert iemand kennen, er ontstaan vriendschappen. En als je dan hoort dat hij wordt niet geloofd, hij moet misschien het land uit, dan roept dat ook allerlei emoties op. En zo'n commissie Plezier kan er toch weer iets objectiever ja. naar kijken. Ja. Maar ja, toch ook weer vanuit hun expertise zeggen van ja, bepaalde vragen, antwoordt hij of zij zodanig dat dat voor ons geloofwaardig overkomt. Maar zij concluderen soms ook dat het niets geloofwaardig overkomt. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat komt ook voor. En dan in dat geval dienst Stichting Graaf bood geen rapport in. Want ja, dat wil de advocaat dan uh, nee, niet, die niet, heb... uh, nee. niet hebben. Maar uh, ze, ze gaan niet automatisch in elk verhaal uh, mee. Nee. En die Mannix Visser van Stichting Graaf zei in dat interview ook... Dat, je, dat het niet verkeerd is om een soort ge gezonde argwaan te hebben... richting bekeringsverhalen van asielzoekers. Nu ben jij ook... Uh, je hebt hart voor asielzoekers. Hè? Je doet wat vrijwilligerswerk ook... Uh... In je eigen gemeente. Wat denk je als je, als je, als je dat, die, dat advies krijgt van meneer Visser? Ik moet gezonde aardwaan hebben richting, dat soort, richting die groep. Ja, gezonde argwaan. Ik, ik beluister daar vooral in uh, wees niet naïef. Uh, en ik denk dat hij dat ook zegt tegen de achtergrond van verhalen die in het verleden wel eens hoorden van bepaalde gemeenten. Bijvoorbeeld ook uit de Iraanse gemeenschap, uh, Iraanse gemeente waar iemand binnenkomt. Er is een doopdienst en uh, die persoon uh, is daar als bezoeker dan voor het eerst tijdens een doopdienst. En die komt aan het eind van de dienst naar de voorganger toe en zegt... Ja, ik wil eigenlijk ook wel gedoopt worden. En uh, dat er dan een soort juichstemming ja kan ontstaan van... Nou, fijn, weer een christen erbij. En dat er vervolgens de week daarna de tweede doopdienst is. En die persoon die dan één keer in de kerk is geweest met één gedoopt wordt. Dat gaat natuurlijk vrij snel. Uh, hè, terwijl je dan zo'n persoon eigenlijk nog helemaal niet kent. En dus... Uh, ik begrijp van Marnix Visser dat hij zegt: van ja, wees niet naïef. Heb in je achterhoofd. Het komt voor dat uh, mensen misbruik maken. in een procedure van een verhaal. in de hoop daardoor een verblijfsvergunning te krijgen. Daar hoef je niet op voorhand van uit te gaan. En uh, je be benadert als christen of kerk een asielzoeker. toch echt op een andere manier. dan bij die IMD. die aan waarheidsvinding doet. Hè, die de feiten wil checken. Dat doe je niet in een kerk. Maar heb het wel in je achterhoofd. En nou. He, leer iemand nader kennen en dan uh, ga je vanzelf wel ontdekken uh, hoe geloofwaardig het uh, bij jou overkomt. Maar... Is bij jou wel eens overkomen dat, je, dat het een net bekering bleek in je vrijwilligerswerk? Nee, schiet er daar zo geen, uh, zo geen voorbeeld van te bidden. lukt dat Sorry. de ervaring, hè? wat je zegt, als je als gemeente zo iemand ontvangt en het blijkt toch... Ja. Wat je natuurlijk wel eens ziet, en dat, we hebben zelf een aantal jaren geleden ook wat onderzoek gedaan eh, onder allerlei kerken die ook met asielzoekers te maken hebben. Eh, dat is wel eens gebeurd van dat iemand die eh, is een tijd in een gemeente als bezoeker, eh, volgt een dooptraject, eh, wordt ook daadwerkelijk gedoopt en vervolgens krijgt hij een verblijfsvergunning en verdwijnt naar een andere kant van het land eh, en komt daar weer in een hele nieuwe omgeving. En dat zo iemand dan voor de gemeente waar die een tijd heeft meegeleefd, wat uit beeld raakt. En je er niet altijd meer zicht op hebt hoe vervolgens iemand zijn leven dan weer opbouwt in die nieuwe plek. Nee. Er wordt dan vaak wel geprobeerd die persoon weer te linken aan een kerkelijke gemeente daar. Uh, maar goed, ja, je krijgt ook wel de signalen dat mensen dan het ineens vrij druk krijgen met werk en studie. En uh, iets minder vaak op zondag misschien in een gemeente in de buurt. Uh, Komen, dat, ja, dat soort dingen dat kan ja, ja. natuurlijk wel voorkomen. Ik ben blij blijven dit als kan volgen. Ja. Mooi. Dankjewel. Dank ook, uh, Geert. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Tot de volgende.